Hallo, ik heb een heel speciale Zoom-gast vandaag. Zie ik hier iets zitten om jezelf voor te stellen? Ja, hallo. Ik ben Erika Vliegen. Ik ben dokter. Ik ben gespecialiseerd in infecties. En ik zit mee in een expertenpanel dat de regering mee adviseert over corona. Ja, klopt. We hebben nu heel erg zien terugkomen om al onze vragen over corona te beantwoorden. Heel erg bedankt daarvoor al. Maar ik merk dat er bij jongeren ook vaak nog dat het moeilijk is om mee te zijn met alle maatregelen en alles wat nieuw is in het vaccin. En ik had gevraagd of zij nog vragen hadden. En ik hoopte dat u mijn top 3 van hun vragen zou willen beantwoorden. Zeker, laat maar komen. Oké, de eerste vraag ging over mondmaskers. Er was hier iemand en die zei, mijn papa is besmet geraakt terwijl hij een mondmasker droeg. Zijn ze dan wel effectief? Wel, ja, maar niks is perfect. En ook mondmaskers zijn niet perfect. Hè. Er zijn verschillende kwaliteiten van mondmaskers. Er zijn ook, je moet ook kijken waarvoor een mondmasker eigenlijk dient. Een mondmasker dient eigenlijk om ervoor te zorgen dat iemand anders niet besmet wordt. Dus als jij een mondmasker draagt, dan worden de grote druppels tegengehouden en zorgt dat masker er ook voor dat die grote druppels niet kunnen vernevelen in kleinere druppeltjes. En als iemand anders die naast u zit ook een masker draagt, dan gaat die u met dat masker hopelijk beschermen. Nu, dat masker kan, daar kan ook wel van alles mee mis zijn. Hè. Je kunt dat bijvoorbeeld te lang op hebben of dat kan ook misschien versleten zijn of niet zo heel goed aansluiten of de kamer kan niet heel goed verlucht zijn of je bent misschien toch heel dicht bij die andere persoon geweest of je hebt in je ogen gewreven terwijl je misschien besmet was met virusdruppels. Dus ja, er zijn nog mogelijkheden. Wil dat dan zeggen dat dat masker niet zinvol is? Nee. Je moet proberen zo goed als mogelijk dat masker juist te dragen, juist op en af te zetten, voldoende handhygiëne tussendoor, om ervoor te zorgen dat die gedroogde druppels u niet verder kunnen besmetten. Voor de rest zorgen dat je zoveel mogelijk de mensen die je moet zien, dat je die buiten ziet en dat je zo weinig mogelijk nauw contact hebt, hè? Want een masker op hebben is geen vrijgeleide om gelijk wie van nabij te zien. De bedoeling is nog altijd dat je voldoende afstand houdt, dat je goed ventileert en dat je dan dat masker aandoet. En dat heeft waarschijnlijk al heel veel besmettingen voorkomen, maar niks is perfect en dus zo'n masker is ook niet letterlijk en figuurlijk waterdicht. Ik heb zelf tijdens de lockdown heel veel maskers, stoffen mondmaskers genaaid. Zijn die even veilig als bijvoorbeeld de stoffen? Of wat is zo aanraden van het beste? Ja, daar zit toch wel verschil in. En je moet bijvoorbeeld als je een stoffen mondmasker naait, moet je ook wel zien dat daar voldoende laagjes in zijn. Dat voldoende dik is eigenlijk om die druppels tegen te houden. Daar zijn ook, daar staat informatie op in coronavirus.be. Ook de hele ploeg rond Lieve Scheire bijvoorbeeld heeft heel veel informatie daarover ter beschikking gesteld, ook op een plezante wijze. Dus dat moet je echt, als je daarmee bezighoudt, moet je dat ook goed bekijken. Een hele leuke podcast trouwens, die scheren en zo, die we echt... Ja, absoluut, heel tof. Ja. Maar omdat ze ook het vaccin heel, heel fijn hadden uitgelegd. Want daar heb ik ook eigenlijk nog heel veel wantrouwen en een beetje schrik over de jongeren. Over het vaccin, over dat het er zo snel is. Maar ook, verbeter me als ik fout ben, bij dit vaccin worden eigenlijk onze antistoffen met een nieuwe methode opgemikt. Dus in plaats van een verzwakt deeltje virus binnenspuiten, is het een deeltje genetische code dat eigenlijk wordt ingespoten, een beetje mRNA. Iemand hier stelde de vraag, die vond dat heel eng klinken, die snappen het niet goed. Mm-hmm. En die zei, verandert dat dan ons DNA? Nee, dat verandert niet ons DNA. Dat zorgt er ook als alleen maar een stukje messenger-RNA en dat wordt afgelezen. En daar worden eiwitjes van gemaakt en daar worden nieuwe viruspartikels van gemaakt. Daarvoor dient normaal messenger-RNA, maar dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk daar worden eiwitjes op aangemaakt en die worden herkend alsof dat een heel virus is. Hè. En daar op die manier bouw je antistoffen op. Maar dat verandert niet uw eigen menselijke genetische code, hè, wat DNA is. En, dus dat zijn twee zaken die volledig van elkaar losstaan. Uw eigen DNA gaat daar niet door veranderen. Je gaat daar geen mutant van uzelf van worden.
Super, dat is al goed nieuws. Dus we maken antistoffen aan en op die manier, als we dan effectief besmet geraken, voorkomen we eigenlijk dat we er ziek van worden. En niet alleen dat, dus we maken antistoffen aan en we zorgen er ook voor dat ons immuunsysteem een geheugen ontwikkelt, zodanig dat als een opnieuw een virus binnenkomt, dat uw lichaam direct gaat zeggen, ah, maar dat herkennen we, hop, en die antistoffen gaan eigenlijk daar naartoe om dat viruspartikel aan te vallen, omdat ze dat herkennen, ze hebben dat geleerd, ze zijn getraind eigenlijk. En een beetje onzekerheid is er nog over de snelheid van het vaccin, omdat vaccins in het verleden minder snel ontwikkeld worden. Dat is uitzonderlijk, maar ja, een virus dat de hele wereld in zijn greep houdt, daar doen onderzoekers en ondernemers ook al wel eens uitzonderlijke dingen voor. Dus normaal gezien, als er een vaccin gemaakt wordt, ontwikkeld wordt, dan gaat dat in verschillende fases. Hè. Fase 1, fase 2, fase 3. En de fase 1 is dierproeven, fase 2 zijn gezonde vrijwilligers en fase 3 is eigenlijk die mensen waarbij je het echt zou willen laten gebruiken. En die fases zijn ook allemaal doorlopen, maar min of meer tegelijkertijd, en normaal gezien gaat daar veel meer tijd overheen, er gaan veel meer vergaderingen en veel meer tijd tussen al die vergaderingen. Nu heeft men dat eigenlijk allemaal samengepropt of samengeperst. Maar alle noodzakelijke onderzoek is op zich wel gebeurd. Dus daar, denk ik, heeft men niet ingeboet in kwaliteit van onderzoek. Want een van de dingen die we nog niet weten is, als je dat vaccin krijgt, dan weten we dat je in die eerste weken, maanden beschermende antistoffen hebt die ervoor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt. Maar hoe lang dat je die antistoffen blijft houden en of dat die antistoffen jou ook goed beschermen tegen overdracht van het virus, niet alleen ziek worden, maar ook overdracht van het virus, dat weten we eigenlijk allemaal niet. Dus dat zijn toch wel zaken die we daar nog moeten over leren. Maar moet dat ons nu tegenhouden om dat vaccin wel of niet te nemen? Dat is een heel andere zaak. Dat is best toch al wel bij vele duizenden mensen getest. Dus het is ook niet dat dat op 200 mensen getest is. Hè. Dat is toch wel op vele duizenden mensen getest. Dus al die zaken stellen mij als dokter wel eigenlijk al behoorlijk gerust van dit lijkt wel een veilig vaccin te zijn. Dit lijkt ook wel een werkzaam vaccin te zijn. En als je dan... Als we nu in een situatie zaten zonder pandemie, zouden we zeggen, oké, laat ons daar nog een paar maanden overheen gaan of een jaar overheen gaan en dan zien we wel. Maar ja, willen we echt met z'n allen nog een jaar in deze hele moeilijke situatie blijven zitten voor een vaccin dat er eigenlijk heel veel belovend uitziet? Dat is de balans die je dan moet maken. Ik denk dat je het komende jaar, 2021, ja, elke maand gaat anders zijn en gaat ook andere nieuws brengen. En in mijn verwachting ook elke maand gaat ook een stukje beter nieuws brengen. Ja, we gaan daar pas effecten van beginnen merken als er een groot aantal mensen gevaccineerd is. Dan pas gaan we zien in de woonzorgcentra bijvoorbeeld, ja, er zijn minder uitbraken of er worden weinig mensen nog ziek. Dat is het effect dat we hopen te zien in het voorjaar. Want ja, we zien hier ineens veel minder ziekte in de woonzorgcentra. En dan kan dat een combinatie zijn van dat we met z'n allen voorzichtig zijn, dat er minder virusoverdracht is, dat het beter weer wordt en de mensen meer buiten komen. Maar ook, hopelijk, het effect van het vaccin. En dan, dat gaat ons allemaal hopelijk wel veel moed geven om voor te doen en om geleidelijk aan voor te doen. Hè. Ja. En nog een laatste vraag om af te sluiten. Heeft u nog een wens voor 2021? Dat we geleidelijk aan, maand na maand, met genoeg geduld, en dat zal heel moeilijk zijn voor ons allemaal, maar dat gaat moeten, dat we met genoeg geduld, ja, geleidelijk aan, terug ons oude leven wat gaan terugkrijgen. Hè. Dat vind ik een zeer mooie wens. U heel erg bedankt om deze vragen al te beantwoorden. Dat is goed, met veel plezier. Dank je wel. Dag.